Een hele goede dag. Mijn naam is Barbara van der Boom. Ik ben onafhankelijk stamping op thema-satrice en ik zit in Lexmond in een eigen atelier. Dat heet Paper Tree. Vandaag gaan we iets doen met de nieuwe catalogus. Ik heb een verjaardagskaart gemaakt met iets wat uit de nieuwe catalogus komt. Vanaf 4 januari te bestellen voor iedereen. En nu te bestellen voor demo's. En wil je nou, denk je nou, god wat grappig. Dat wil ik ook allemaal wel. Wat jij doet, dan kan dat prima. Dan zou ik aanraden om gewoon in te stappen in mijn team, Paper Tree. En dan kun je deze nu al bestellen. En anders wacht je tot januari. Dan is er ook weer een hele leuke instapactie. Ik ga mijn scherm even delen. Zo, verder vind ik het heel leuk als je dit videootje liked. En zie je dit filmpje nou toevallig. En denk je, god, ik zou wel meer van haar willen zien. Abonneer je dan op mijn kanaal. En als je dan het belletje rinkelt, zul je altijd zien als ik online ben of er een nieuw filmpje opkomt. Dus voor nu. De nieuwe catalogus, de mini-catalogus, die komt uit op 4 januari voor iedereen. Dan kan ik hem ook pas open doen. Ik kan nu alleen de voorkant laten zien. En de celebration, die loopt in januari en februari. En wat is nou een celebration? Celebration artikelen. Want in deze gids staan artikelen. Dat zijn zowel stempelsets papier als stempelsets met papier. Die zijn gratis bij een besteding vanaf 60 euro. Dus dan mag je een artikel uitkiezen. Hartstikke leuk. Wil je hem nou? Zorg ik dat hieronder een link zit. Waarop je, wil je deze catalogus nou met de celebration folder? Dan zorg ik dat hieronder een link zit. Waarop je gewoon de gids kan bestellen bij mij. En dan zorg ik dat hij naar jouw huis toe komt. Zover dit. Dit ga ik aan de kant leggen. En dan gaan we vandaag dus aan de slag met de Rainbow Happiness. Dit is een van de bundels uit de nieuwe catalogus. Het is een stencil of een stempelset met een dieset. Het is een fotopolymer stempel. Dat houdt in dat die doorzichtig is, zeg maar. Hè? Dat is fotopolymer. En ik heb al een kaart gemaakt ermee. En zo eentje gaan we er gewoon nog maken. Alleen misschien met iets andere volgorde van kleuren. Dat gaan we misschien wel wijzigen. Het is een lange kaart. Hij is 21 centimeter bij 10,5. En ik heb gebruik gemaakt van deze stempelset en van de stempelset Biggest Wish. En de kleuren zijn Magenta Madness, Blackberry Bliss, Bermuda Bay. Dit is Granny Apple Green. Dit is Mango Melody. En daarachter is het Rainbow Glitter Paper. En dat gaan we zo meteen gewoon weer gebruiken. Alleen heb ik hier gedaan van groen naar roze. Ik denk dat ik hem zo meteen iets verder door doe. En dat ik dan uitga voor de gele kant. Maar dat zal ik zo laten zien. Ik heb hem hier ook niet helemaal gepakt. Dat ga ik nu wel doen. Ik pak gewoon het hele stuk. En doe dan zo'n randje maken. En dat doe ik met de dies. Dus dat is het voorbeeld. Gaan we nu eerst even de kaart snijden. Je hebt voor deze kaart nodig. Ik ga gelijk alles even snijden. Je hebt voor deze kaart nodig een A4, wit. Dit is thick Basic White. Ik wil nog steeds zeggen Whisper White, maar dat is al heel lang niet meer in de collectie. Die snij ik af op 21. Zo, dan hou ik dit stukje over, want dat is zeg maar de opleg. Die snij ik zo iets kleiner. Maar dat is zeg maar de opleg die ik gebruik. Dan draaien we hem even een kwartslag en dan doen we hem scoren op 10,5. Scoring tool pakken. Dit is scoren. Die donkerbruine is snijden. Dus we doen scoren. Het gebeurt mij regelmatig nog dat ik gewoon de verkeerde pak. Dan is dit de kaart. Dan gaan we deze even een beetje op maat snijden, want zo is hij te groot. Zo zou je namelijk het papier erachter bijna niet zien. Ik zal heel even kijken wat de maat van deze is, want dat heb ik niet opgeschreven. Dit is 8 centimeter. Bij en de lengte is 19,5. Dus die gaan we ook snijden op 8 centimeter deze. Een heel klein stukje eraf. Een friemeltje. En ik zei 19,5. Dus dat is dit. En dan hebben we hier gelijk het strookje waar we... Oh nee, dat gaan we niet uit. Dan hebben we een ander strookje voor nodig. Dan hebben we hier de basis van de kaart. Dan gaan we nu ook snijden gelijk het DSP.
of het designer series paper, hè, of de, in ieder geval dit glitterpapier. En het is echt heel mooi, dat glitterpapier van Stampin' Up, want hoe veel ik er ook overheen kras. Je kent het misschien wel, dat glitterpapier wat je dan, als je het al uit de verpakking haalt, ligt je hele bureau onder de glitters. Ja, dat is met dit papier niet zo. Ik snij dit af op 10. Niet zo geheel deze keer. En ik doe één ding fout. Voor mijn mes is het beter als ik hem omdraai. Dus dat doe ik voor deze keer. Ik wil nu meer geel aan de, aan de bovenkant in plaats van dat. En de kaart, zei ik al, is 21 centimeter. Dus ik doe hem dan op 20,5. Zo. Kijk, dan krijg ik een net iets ander profiel dan op deze. Ja, zo is die. Zie je? Hij is verder hetzelfde. Alleen is het de kleur, omdat er nu geen groen tot blauw in zit. Maar net een ander kleurtje maakt het net even anders. Dan gaan we deze ook gelijk maar heel even. Want dan zijn we toch bezig. Door de dingen zijn halen. Door de kutte bosmachine heen halen. Het zijn natuurlijk weer allemaal hele leuke nieuwe dingen te zien in de nieuwe catalogus. Blijft altijd weer leuk. Even kijken. Deze ga ik even hier vastplakken. En dan doe ik hier ook, want ik moet twee keer zo meteen. Dus het is handiger als ik dit even zo. Zodat ik een beetje recht zit natuurlijk. Ik probeer hem zoveel mogelijk hier aan het randje te laten aansluiten. En dan haal ik hem er zo doorheen. Dat is één. Die haal ik er even af. Zo. Dan haal ik dit er even uit. Die frummeltjes hier aan de zijkant. Dan ben ik dat vast kwijt. Niet kwijt. Ik gooi het nu op mijn bureau. Gaan we straks even opruimen nog. Zo, dat is één. Dan moet hij natuurlijk nog een keer, want we missen natuurlijk wat. Hij is niet helemaal gedaan. En dat is wel even een dingetje om hem aan te leggen. Even kijken of ik dat als beeld kan doen. Mijn kaart even aan de kant. Zo. Tape je hier even af. En dan is het het handigst om deze gewoon hier zo tegenaan te leggen. Zoveel mogelijk. Dan op dezelfde locatie helemaal tegen de kant aan. Zo. Dan hou ik hem even vast totdat ik mijn plaat erop heb gelegd. Hier doe ik toch even andersom. Zo, en dan draai ik hem er gewoon nog een keertje doorheen. En als het goed is, dan kan deze aan de kant. Die kan daar weer op. Dan heb ik hem nu redelijk. En dan heb ik zo een rand. Die aan de kant. Ruim ik dit even op. Zo. Deze kunnen er ook af. En die kunnen terug. En nou bedacht ik me net, misschien is het, ik heb ze hier, heb ik ze gestempeld. En dat is natuurlijk hartstikke gaaf. Maar daar zit natuurlijk ook gewoon een hele gave die in. Deze doet het natuurlijk ook gewoon zo eruit. Niet hieruit, maar dan hier. Maar ik denk dat ik gestempeld toch leuk. Ik ga hem toch gewoon stempelen. Maar ook dat kan. Als je denkt, ik wil het mezelf makkelijker maken. Dan doe je niet stempelen. En dan doe je gewoon de die gebruiken. En dan heb je die mooie achtergrond die hier hebt. Zo, dus deze gaan we nou stempelen. Even
even kijken zo. Dan hebben we hier de kleurtjes. Die ga ik even voor me neerzetten. Dan deze even hier. Dit allemaal even aan de kant. Even wachten. Hier is mijn schoonmaakding. Even Mango Melody. Granny Apple Green doen we. Of doen we roze ertussen. Mango Melody roze. Die. En dan eindigen we met deze. Dan doen we het zo. Ja. Dan is hier even de bescherming af. Even hierop. Nee, niet zo. Ik heb een nog grotere nodig. Zie ik. Dan pakken we deze eventjes. Zo. Maatje hierop kan deze zijn dan. Maatje daaronder is dan die. Doe ze even allemaal vast op een blok. Deze moet iets meer naar binnen. Even zo. Zo. Van tevoren al kunnen voorbereiden. Hè? Ja. Had zoveel. En de puntjes hebben we nodig. Zo, dan heb ik in principe alle stempels namelijk eruit die ik nodig heb zometeen. En dan beginnen we met de Mango Melody. Dan weet ik dat die op de een of andere manier is de verdeling van die mango heel erg slecht. Ik ga even kijken of ik dat iets beter kan. Ik heb hem namelijk geïnkt. Re-inkt en zo, maar ja, hij blijft raar doen. En er is ooit een keertje verkeerde kleur inkt in terechtgekomen. Helaas. Tijdens een workshop. Nee. Ik ga het gewoon nog een keer proberen. Kijken of ik hem nou wel een beetje mooi krijg. En anders is hij. Doen we deze even andersom. Dit is dan de eerste. Dit is die. Dat roze. Ja. Toch even eerst moeten passen. Ik denk dat die iets smaller moet. Om ertussen te passen. Ja. Dan gaat deze hier zo tussen. Dat is die. Dan komt deze. Die moet ook iets smaller. Gelukkig kun je ze gewoon... Kan ze gewoon een beetje zetten, hè? Zoals je wil. Deze komt hier dan weer in. En dan de kleinste, die zal ik ook wel even moeten aanpassen, denk ik. Die zal iets. Die moet zelfs zo. Die hou ik er even zo in. Doen we even zo. Even op het blok smaller maken. Ja, zo past die erin. Die doen we dan in dat Bermuda B. Even een beetje inkleuren. Die helemaal pakt. Zo. Dat is die. Zo. En dan doen we hem nog een keertje. Maar dan doen we deze. De volgende doen we in het groen. De middelste. Of doen we hem dan anders. Beginnen we dan met de roze. En dan roze. Die. Die. En dan groen. Dat is misschien ook nog wel leuk. Dat gaan we doen. Dus we doen deze nu in het roze. Zo, maken we hem gelijk even schoon. Met een shami. Als het goed is past deze er nou prima in. Dat wordt dan de paarse. Blackberry Bliss is dit. Bij mij staat de Franse naam voor. Dus ik had altijd de bedoeling...
de neiging om te zeggen Cuvée de Cassis. Zo stom. Dat klopt natuurlijk niet helemaal. Dan krijgen we als volgende de Bermuda Bay. Dat is gewoon een beetje spelen met kleuren. Kijk gewoon naar kleuren die gewoon prima bij elkaar passen. En van deze gaan we natuurlijk niet zo heel veel zien, want we doen hem zo meteen. En dan is de binnenste de groene. Die moet ook gelijk even schoonmaken. En die even schoonmaken. En dan die even schoonmaken nog. Zo. En dan doen we de volgende. Die moeten we dan wel weer met groen. Die moeten we niet. Die gaan we wel weer met geel iets doen. En dan beginnen we met. Gaan we dan met die beginnen? En dan die, die. Ja, denk het wel. Dan beginnen we nu met Cuvée de Cassis. Doen we het iets anders als deze. Die zijn namelijk allebei hetzelfde. En deze zullen we dan anders mee spelen. Dan moeten we dezelfde kaarten maken. Deze doen we dan weer een beetje zo draaien. Eigenlijk moet er even een matje onder, bedenk ik me nu. Maar goed. Dan kregen we een nieuw daarbij. Daar zit er nog steeds wel iets van volgorde in, zullen we maar zeggen. Ik hoop dat ik trouwens aardig in beeld aan het werk ben. Anders zakken steeds verder natuurlijk. Dan doen we nu een gele. Dit is Mango Melody. En dan doen we de kleine in het roze. En dat is Magenta Madness. Zo. Dan heb ik ook nog de stipjes hier liggen. Uit diezelfde serie. En dan doe ik gewoon her en der. En alle kleuren die we gebruikt hebben. Wat stipjes. Eigenlijk doe ik overal gewoon twee van. Gaan we naar de Bermuda Bay. Zo. En dan hebben we nog één kleur, dat is de groene. Die hebben we niet zo heel veel gebruikt. Maar we laten hem toch even terugkomen hier. Zo. Nou kunnen de inkpads even dicht. Zo meteen met mijn vingers en alles erin zit. Mijn stempels kunnen even aan de kant. Die heb ik nou niet meer nodig. Deze in ieder geval niet. Zo. Deze komt dan zo meteen hierop. Zo. En dan doen we hierop een label. En dat had ik al klaargelegd. Hier zo. Deze. Kijk. Die komt dan gewoon zo. Hierop. Zo hier overheen. En dan doen we hier happy. En dan doen we birthday op een stukje wit. Even kijken of ik dat hier nog heb liggen. Ik heb altijd zo'n bakje met van alles en nog wat ertussen. En soms zitten daar over die strookjes tussen. Dan krijg ik hem even hierop. Dit zou moeten kunnen. Zo. En dat happy birthday doen we ook gewoon in de kleur. Bermuda Bay. Ik pak even een nieuw blok voor. Happy even op deze. Gewoon in Bermuda Bay. Zo. Weg.
van de birthday hieruit. En hoop ik eigenlijk dat hij hier op past. Ja. Gaat net. Die doen we hierop. Hoop ik dat ik hem inderdaad helemaal heb. Ja, ik heb hem helemaal goed zo. Die moeten we dan even uitknippen zo. Dat had ik van de week. Een tijdje terug kreeg ik van, volgens mij was het Jannie in de groep, simpele pyjama zondag, de tip om hem met een potloodje zo na te tekenen wat je wil uitknippen. En dan knip je hem mooier uit. Dus ik ben benieuwd. Het klopt wel, want ik heb het toen ook gedaan. En wat je dan niet, wat je van, daarom moet je het met potlood doen, want kan je dan achteraf weer weg uitgummen natuurlijk. Dat is iets makkelijker. Ik ben normaal gesproken niet zo van het knippen, maar ik hoop dat dit inderdaad een beetje werkt. De pepersnips. En dan gaan we deze zo even langs uitknippen. Volgen we zoveel mogelijk het potloodlijntje. Zo is het toch makkelijker sturen. Ik heb heel veel verjaardagen in december. Het begint eigenlijk al gelijk op 6 december. Dan heb ik er al twee. Dus een van deze twee kaarten gaat ook naar diegene die op 6 december jarig is. En eentje naar degene die op 7 december jarig is. Meer tijd als je het op deze manier doet, maar ik denk wel dat het heel erg een hele mooie manier is om hem zo uit te knippen. Dan ben je dat friemeltje hier kwijt. Zo ja. Even kijken of ik hier weer tussen kom zo. Het mooie van zo'n pepersnipschaatje is dat ze eigenlijk kniepen tot in het puntje. Ik zit buiten beeld te knippen, denk ik, Nena. Zie ik. Als ik klaar ben, het verschil even laten zien. Want die andere heb ik niet met zo'n lijntje eromheen gedaan. Dus die heb ik gewoon een beetje zo globaal eromheen uitgeknipt. En deze heb ik wel met een, heb ik
maken natuurlijk wel dat lijntje eromheen. Dan kun je zo even zien wat het verschil maakt eigenlijk. Met of zonder lijntje knippen. Deze is met zo'n lijntje en deze had ik zonder gedaan. Op zich zie ik niet zo heel veel verschil. Kan in principe gewoon ook zonder. Dat zie ik dus, denk ik. Kijk, want nu moet ik deze hier weer gummen. Even dat lijntje weggummen. Deze komt dus hierop. We moeten hier de randjes nog van rauw maken. Dat had ik hier ook. Hè. Ik heb hier ook de randjes echt een beetje opgeruwd. Dus dat ga ik zo ook nog even doen. Maar ik ga eerst even mijn... Wat durfde ik nou? Hier. Mijn birthday opplakken. Want anders dan ben ik dat zo kwijt. Dat gebeurde me net dus al bijna. Dat doe ik met dimensionals. Doe ik hem hier op die... Dat heb je zo. En dan doe ik hem iets zo uit het, iets eronder. Zo. Dan leg ik die even aan de kant. Die hebben we zo nog nodig. Deze gaan we nou even, we gaan even rommel maken. Want hoe krijg je dat? Zo'n, even mijn dingetjes weg. Zo'n opgeschuurdje randje. Nee, ik doe het met de kant van een schaar. Dit is gewoon een grove schaar. En dan ga ik gewoon zo een beetje... Ik doe iets tegen mijn papier aan. En eigenlijk haal ik zo dat randje een beetje open, zeg maar. En als je dat eng vindt, dan begin je gewoon heel zachtjes. En als je denkt, nou, van mij mag het wel wat grover. Dan doe je het gewoon wat grover. Wel een beetje oud uitzien of een beetje mag wel wat hebben, dan doe je hem gewoon wat grover als je denkt, nou ik vind het heel licht ook al goed. Ik doe hem nu dus iets grover. Draai deze kant even om. Krijg je dus van die beetje gerafelde randjes aan je werk. En dat hoeft natuurlijk niet bij zo'n kaart als dit, maar het kan. Het is echt een puinhoop. Mijn bureau ligt nu vol met van die vlokken van dat papier. En dan klaar ben. Het enige waar je op moet letten is dat je je papier niet scheurt. Dat gebeurde mij dus net bijna. Dus dat je niet hier te hard en dan daar te hard en dat hij dan ombuigt of dat hij scheurt. Dat zou wel anders zijn. Nu, ik vind hem goed zo. Haal ik even al die pluis die ik er net afgeschraapt heb, zeg maar, eraf. Dan doen we deze hierop met dimensionals. Even zoeken wat ik groot heb, hier zo. En dat doe ik best wel wat. 2, in het midden 2. En dan hieronder nog 2. Ik wil wel dat die een beetje omhoog blijft staan. Bij deze had ik hier de bovenkant nog een stans vanuit de set gebruikt. Dat heb ik bij deze dus niet gedaan vandaag. Deze komt hier zo op. Hier gaan we nog even een lintje erheen doen. Ik zit even te denken welk lintje. Ik denk dat ik nu ga voor, even kijken hoor, deze. Dat is een beetje van dat glitterende lint. Oh ja, dat kan ik natuurlijk ook nog doen. Dat vergeet ik namelijk. Dat moet ik bij
die nog doen. Een beetje met wat winkelstellen. En ik had een nieuwe. Die schudden. Voor je hem gebruikt, hè. Dat je dan de regenboog even nadoet. Naloopt. Zo. Dan krijgen die namelijk een soort shimmer over zich heen. Zo, deze ook nog. Zo. Hier de onderkantjes nog een beetje. Dat ga ik bij die natuurlijk ook nog doen. En dan heb je... Ja, ik denk niet dat dat echt goed te zien is. Een beetje kijken, draaien. Ja, en hier zie je hem. Zie je? Dan krijg je een soort glinstering op de... Op die. En dan gaan we deze... gebruiken voor de, als ik het begin kan vinden. Hier. Dit is nog lint, dat zit nog, nu nog in de wintercollectie. Volgens mij komt het weer terug, dacht ik gezien te hebben, maar kan het mis hebben. Dus een soort shimmer zit erin, een glimmertje zit erop. Die doen we zo dubbel. En dan ga ik even kijken waar ik dat mee vast ga maken. Het is wel leuk als je dat een beetje vastzet met een ander kleurtje. Die kleur waar het mee, dat heb ik niet meer. Dat koosstok al bijna. Even kijken of ik nog een stukje touw heb in de kleur van dat Bermuda B. Dat heb ik wel gehad, maar ik denk, oh ja, hier. Kijk eens. Het zit helaas niet meer in de collectie, maar dat is van een oude Celebration geweest. En ook hier zit een soort glimmertje in. Dat is wel heel erg grappig. Moet het een en al slimmer gebeuren. Die draai ik er echt een paar keer omheen. Omdat ik dan een... zo. Hier vast. Hierboven. Dan gaan we deze even afknippen nu. Knoopje in. Misschien dat er zelfs wel een strikje uit kan. Dat is misschien ook nog wel grappig bij deze. Die andere had ik het te kort geknipt. Nou, ik hoop dat het lukt, maar ik denk dat het net iets te... Ik denk dat deze kan. Nee, ik moet hem even omdraaien. Soms lukt het dan helemaal niet op één kant. Doe het even andersom. Nee. Blijf zitten nou. Ik ga nog één poging doen en anders wordt het gewoon een knoopje. Zou ik zeggen, degene voor wie het bedoeld is, weet toch niet wat de bedoeling was. Maar ja. Ik weet nou aan wie deze kaartjes gaan geven. En die kijkt dan misschien dit filmpje wel. Nee, ik vind de knoopje toch leuker. Ik doe er een knoopje in en knip hem kort. Korter. Zo. En deze komt dan een beetje zo, denk ik. Een beetje schuiner misschien. Korter gaan knippen. Ik ga hem eerst even op de kaart plakken, want dan weet ik hoeveel ik buiten de kaart mag komen. De kaart ligt hier.
als je weet dat er lijm in zit en dat die het dan niet doet. Zo. Ik moet even mijn kaart nog even heel hard aanvouwen. Dit is mijn handvormer. Dan blijft die een beetje plat liggen zo. Dan doen we die naar de zijkant. Zo. Passen we hem er zo op. Dit trek ik er gewoon even af zo. Dat randje hier zo, dat laat ik los. Dat is juist grappig als dat een beetje omhoog komt. Zo. En dan komt deze er nog op. Kijk, en nu kan ik zien tot hoever ik hier eroverheen kan. Dat kan niet groter dan mijn kaart. En dan doen we deze eerst vast, denk ik. En dan knip ik het lint even bij. Dat is wel heel erg groot. Deze doen we een beetje zo, denk ik. Zo, een beetje schuin. Dan doen we die hier zo afknippen. En die ook een beetje zo. Zo. En dan heb ik dus inderdaad, als ik hem nou optil, heb ik één grote glitterende regenbogen, zeg maar. Deze nog even een beetje inkleuren. Ja. Het is niet echt te zien dat het glittert. Maar het glittert enorm. Moet ik eigenlijk natuurlijk nog iets erop zetten. Ik kan hier nog opzetten. Sending you a rainbow of happiness. Dat is misschien wel een leuke. Want het is tenslotte de verjaardag van iemand. En dat mag best wel een rainbow of happiness zijn vast, toch? Hoeft toch niet per se alleen maar zomaar. Kan toch met alles. Dan doe ik dat even in de cuvée de cassis. In die paarsige kleur. Deze. Zo. Dat is dan de middelste. Misschien de grootte er nog even overheen. In het geel. Even kijken of dat hij er redelijk overheen past. Past niet eens. Dus ik laat hem zo. Ik vind het goed zo. Ik kan hier nog mijn tekst op kwijt. Ga ik even een beetje ruimte maken, zodat jullie beter kunnen zien wat ik nou gemaakt heb. Dit de een en dit de ander. En hier ga ik, deze ga ik ook nog even glitteren. Oh, ik vergeet nog iets. Ja, want we hebben ook nieuwe Iridescent Rhinestones Busy Jewelry. Het heeft een naam. Even mijn tekenpik pakken. En dan doen we een hele grote hier op. Eentje kleiner doen we gewoon hier. Nog een kleinere doen we onderop. Hier dan ergens. Zo. Dan hebben we ook nog wat glittersboek op de kaart. En dan zijn dit mijn kaartjes voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een leuk kaartje vinden. Mochten jullie nou denken, goh, wat grappig. Ik wil de regenboog zetten ook wel. Neem dan contact met mij op. Dat kan allemaal. Of kijk link hieronder open. En dan zie je het vanzelf verschijnen. Dankjewel voor het kijken zover. Ik zat in de verkeerde camera te kijken. Zag je dat? Dankjewel voor het kijken zover. Ik zie jullie graag de volgende keer weer terug. Dankjewel. Daag.